Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups en Down. Ups en Down. Maar goed, in ieder geval, ik heb de twee bendeleden van de Bambix bende heb ik naar school gebracht. Dat had nog wel een staartje, want Leon wou niet. Ja, zeg nog één dag, jongen, na de vakantie. 3 weken lang, ik ken de zeur aan mijn kop. Ik hoop niet dat hij dat doet, maar hey, hè. Dat is compromis. Dus ja, dat. Jordi is hier bij mij thuis. Dus ga ik even een broodje eten. En ja, we gaan niet naar de winkel, want er regent pijpenstelen. Ja, die pijpenstelen zijn niet leuk. Ik heb, ben al, mijn rug is al zeiknat van de kinderen uit de auto halen en alles. Dus nee. In ieder geval, ik ga eventjes mijn schildkliermedicatie pakken. En dan zo dadelijk Jordi niet verzorgen, want die heeft volgens mij ook alweer gepoept. Dus blijf bezig. Ik ben het geweldige hoofd van Liam. Liam is niet lekker in het koor. Ja, ik zeg maar, dan neem ik zelf ook gelijk mee. Lekker begin van de vakantie. Maar hey, als mijn kind ziek is, ik kom eraan nog. Echt. Wat dat betreft, nee. Ik zeg, ik moet Jordi heel even wel verschonen. En dan kom ik eraan. Dus die hebben nou net verschoond. Ik ga gewoon naar de auto om Liam te halen. En Sam. We hebben Liam en Sam opgehaald. Liam is wel wat wit. Maar hij is wat wit. Hij is niet helemaal lekker. Net heeft hij ook nog even bij me gezeten. Toen de juf Sam aan het ophalen was. Dus we gaan nu naar huis. En we gaan vakantie vieren. Zieke vakantie waarschijnlijk. Nou, we zijn net thuis. Ik heb gewoon een podcastje aangezet. Want hè. Even dat. Maar hier ligt de zieke. Hij is echt niet lekker. Dus we gaan het zien hoe het allemaal loopt en wat het verloop gaat zijn. Je weet het nooit. Hij heeft even geslapen. Hij is nu weer wakker. Ik heb net koorts gemeten en een zetpil gegeven. 38,8 koorts. Mijn kinderen zijn stuiptrekking kinderen. Dus ik geef ze liever een zetpil als dat ik heb. Het gaat zitten afwachten, want ik weet hoe het is om een koortsstuip bij mijn kinderen te zien. Dat wil je niet. Dat is niet de bedoeling. En mijn kinderen gaan nou eenmaal, als ze ziek zijn met hun koorts, in één keer zo in een stijgende lijn. Dus, ja, ik hoop dat de zet wel werkt. Maar hij heeft even geslapen en hij is wakker geworden. En hij dacht bij zijn eigen mama. Dus toen heeft hij net eten bij me gelegen. Ik mag nog niet eens naar de wc nu. Want dan is het al huilen. Dus we wachten even op Niels. En dan mag Niels hierbij gaan zitten. Kan ik aan het eten beginnen. Of even naar de winkel om eten te halen. Oh, trouwens. Waarom ik naar de winkel moet om eten te halen. Dat is niet omdat ik geen eten in huis heb. Nee, als de kinderen ziek zijn, dan krijgen ze altijd iets wat ze lekker vinden. En in dit geval eet Liam altijd poffertjes. Dus ik ga poffertjes halen voor het kind. Want hij moet niks eten, maar als hij wel wil eten, dan heeft hij in ieder geval iets wat hij lekker vindt. En ik heb liever dat hij 5 poffertjes bij wijze van spreken eet, als dat ik iets voorschotel en hij gaat over zijn nek ervan. Dus dat. Hij moet niet eten, hij mag eten, maar dan heb ik wel iets graag wat ik in huis heb. Oh, en gewone chips. Gewone chips haal ik ook. Vindt hij ook heel lekker als hij ziek is. Dus dat. Hier heb ik een etter die weet niet waar hij het zoeken moet, want zijn broer is ziek en is hij niet gewend. Dus die vindt me raar. En aangezien ik tussen ze in moet blijven zitten, want als hij ziek is en hij komt in de buurt, dan is hij niet zo lief. Liam slaapt eindelijk. Die andere twee jongens, die sliepen al. En oeh, ik ben gewoon kapot moe. Ik heb nog even bij hem gelegen. En Niels is even met zijn bus bezig. Want hij hield in of zo en hij is automonteur, dus hij moet maar zoek het uit dat. Hij moet morgen wel heel eventjes nog naar zijn werk toe om even met zijn bus iets te doen. Hey, succes jongen. Mij niet bellen.
Laat mij maar lekker mijn rust. Ik ga hier daar alleen nog maar even de aanrecht opruimen. En dan hou ik het eigenlijk wel voor gezien. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen zijn de kinderen ook allemaal thuis. Dus ja, dat. Ik vind niet echt dat hij ziek is, hè. Dat is absoluut niet het geval. Maar het slurpt gewoon de energie uit je lijf. Dat. Vooral dat. Maar ik hou hartstikke veel van het kind, hoor. Enig nadeel vind ik altijd dat als ze zo ziek zijn, dan... en ze hebben gelijk, hoor. Dat had ik vroeger als kind ook. Dan willen ze gewoon mama of papa en niks anders. En ik snap dat. En dat is prima. Mijn nadeel van 3 kinderen is... En een zorgbehoevend kind, zeg maar. Dus 4 kinderen. Als je Niels erbij rekent, 5 kinderen. Is dat als Jordi verschoond moet worden, dan heb ik bijvoorbeeld Liam die boos is omdat ik even Jordi moet verschonen. Hij snapt wel dat ik Jordi moet verschonen. Dat snapt hij wel, want zegt hij, Jordi ba. Ja, Jordi heeft ba gedaan, dus Jordi moet even schoon luier. Ja, ja. Maar dan ben ik met Jordi bezig en is mama, meisje te. En ja. Dat kost gewoon even energie. En dat is prima. Dat is helemaal goed. Dat is helemaal niet erg. Gelukkig heeft Niels een paar boodschapjes gehaald. Zodat ik morgenochtend gewoon de kinderen alles kan geven wat ze nodig hebben. Ik hoop dat hij morgen begin van de middag ergens thuis is. Zodat ik boven het een en ander kan doen. Morgenavond gaan Niels en ik uit eten. Ons maandelijkse avondje weg, zeg maar. Dat... hebben we ook wel nodig, moet ik zeggen. Want we hebben gewoon geen tijd momenteel om dingen te bespreken. En we hebben wel een aantal puntjes op de agenda die besproken moeten worden. Nee, is niks bijzonders. Is gewoon dingen voor de toekomst. Dingen die geregeld moeten worden. Nou, dat soort dingen allemaal. Er moet nieuwe zorgaanvraag gedaan worden voor Jordi en voor Liam. Voor school. Moet ook allemaal geregeld worden. Dus moeten we eventjes punt op de i zetten. En even bespreken wie wat doet. Want we hebben toch wel een verdeling, zeg maar. Wie wat waar doet enzovoorts. Niels is inmiddels alweer thuis. Hij is even met zwembad bezig. Omdat hij te vol zit door de regen. Ik ben bezig met bedden afhalen. Ik heb de bedden ook al opgemaakt. Ik heb hier iets muziek zitten. De kindjes zijn aan het kleuren. Jordi is in zijn eigen wereld. En ik ga nu even... Niels kan ondertussen de kinderen zien door de raam. En ik heb nog een ander raam openstaan. Dus hij kan ze horen. Kijk, ik heb ondertussen opgemaakt. Afgehaald opgemaakt. Ook ons eigen bed heb ik gedaan. Maar het is één grote persbende. Maar ik moet ook nog even naar de winkel. Want vanavond gaan we uit eten. Dus ik moet even een paar dingetjes halen. Zodat de kinderen kunnen eten, et cetera. En dan boven even gaan poetsen. Ik heb was aan staan. Dus dat. Ik ben ondertussen ook een podcast aan het luisteren. Want ja, mijn hoofd is dat. Maar goed, ik ga even aan de slag hier. Even aankleden. En zorgen dat ik weg kan. En soms verandert de dag ineens. Ik ben bezig met allemaal wassen enzovoorts, want daar ben ik een beetje mee achter. Geen ramp. Ik heb een wasmachine die dat voor me doet, dus dat hoef ik niet zelf met mijn handen te doen. Hey. Dus dat is gewoon aan het draaien en aan het doen. Liam is even met Niels weg. Niels die moest met een vriend van ons, kennis van ons. Ja, heb je chipjes? Heb jij chippies? Hoe lekker, man! Chippies. Oh. Doe maar lekker opeten. Lekker. Chips. Goed zo. Happen. Hap. Mmm, lekker. Zie patatje joppie chippies, hè? Mmm, lekker. Dus Sam is even bij ons. Niels moest heel eventjes weg. Stond al langer gepland. Chippies.
En Liam is dus even mee. Hij gaat ook vrachtwagen zien en weet ik het al. Veel plezier. De oppas die heeft zich ziek gemeld en dat kan gebeuren. Ziek is ziek. Lekker zo'n klas chipje. Nee, jij appen. Mama heeft genoeg. Is dat... Is, nee, toch? Oh, lekker filmpje kijken, schat. Wil je Peppa Pig kijken? Nee. Oh. Wat wil je dan? Ga je Froos kijken? En Gijs? Juf Roos en Gijs, ga je mee op reis? Ja. Ga maar kijken dan. Die staat daar ook op. Ga maar kijken. De oppas is dus ziek en daarom kunnen we vanavond niet uit eten. Het is zoals het is, dus we gaan eten bestellen samen. We gaan zien wat we gaan eten, we weten het nog niet. Het is wouden gewoon een dateavondje thuis. En dat kan. En dat mag. De oppas kiest er ook niet voor om ziek te worden. Daar ga ik gewoon niet van uit. Ja, we hebben haar beterschap gewenst. En ja, gezegd van de rustig aan enzovoorts enzovoorts. En ze gaat ook van de week op vakantie. Dus ja. Ze moet gewoon lekker rustig aan doen, zodat ze lekker op vakantie gaat. Want ook zij werkt hard. Want het is niet niks om... ze past ook bij meerdere gezinnen op. Het is ook niet niks om... bij allemaal verschillende huishoudens op te passen en op te letten en dat soort dingen allemaal. Dus zij komt vanavond dus niet. Dus Niels en ik zijn gewoon lekker thuis. Maar dat geeft mij wel meer lucht om bepaalde dingen te doen. Anders had ik nu nog steeds boven gepoetst en van alles moeten doen en zo. Dus het geeft me iets meer lucht en rust. Want ik wilde wel dingetjes aanpakken in huis. Zoals bijvoorbeeld de kasten van mij en Niels even eruit halen. Afstoffen, want er zit een hoop stof in. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus ik zei tegen Niels, ik zeg, oh, dat is fijn. Ik zeg, want als straks de kinderen op bed liggen, kunnen we hier beneden eventjes gauw poetsen. Ik zeg, en dan kan ik tot die tijd boven gewoon dingen doen. Ik zeg, en dan morgen als we boodschappen hebben gedaan, doen we eerst eten, gaan we boodschappen doen. En dan kan ik gewoon verder boven nog met van alles bezig. De kinderen hebben in ieder geval een schoon bed, dus die gaan straks voordat ze naar bed gaan even douchen. Dus ja, dat. Doen gewoon dingetjes. Komt allemaal goed. En het leven is zoals het is. Soms loopt het gewoon heel eventjes wat anders de dag. En ja, het is voor mij in mijn hoofd schakelen. Maar het is zoals het is. Moet je eigenlijk niet te druk om maken. Of in ieder geval proberen te maken. Het is hier weer helemaal netjes. Oh, wacht. Peter laat zien. Daar, zo, hoppakee. Hier is het ook netjes. Ik heb hier boven op zolder heb ik dus gepoetst. Ik heb echt alle kleren eruit gehaald. Enzovoorts, enzovoorts. Ik heb wasjes gedraaid, jongens. Och, jongens toch. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb nu nog ongeveer 3 wasjes, dus na deze. Ja. Dus morgen nog even wassen. Daarna hebben we kinderen in de douche gestopt. En die liggen nu op bed te slapen. En we hebben net even beneden het een en ander gedaan. Niels is nu nog even aan het stofzuigen en aan het dweilen. En we hebben eten besteld. Dat ga ik daar laten zien. Waarschijnlijk gewoon te veel eten besteld. Maar hey, we hebben een date night. Moet kunnen. Oh ja, en morgenavond moet ik mijn nagels doen. Want deze is al afgebroken en deze staat op het punt om af te breken. Dus ja, ik ga naar beneden. En kijken of ik nog iets voor Niels kan doen. Nou, het eten is binnengekomen. Dit is nummer 1 wat we hebben besteld. Volgens mij is dit kip. We gaan het gewoon proeven. Toch, Niels? Er zit een limoentje bij. Die ga ik er dan gewoon netjes even overheen doen. Zo, druppel, 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 druppel. Ben benieuwd.
ben benieuwd. Lekker. Nee, dit is vis. Dit is de vis. Dit is lekker. Heb je die limoen er al overheen? Ja, heb ik er overheen gedaan. Bij mij? Nee, bij jou niet. Bij mij wel. Maar dan mag je wel echt hebben, het zuurtje. Oh! Ja, ik ga hiervan genieten. Dit is die met beef. Ik doe hem weer even door de helft delen voor Niels en mij. Die met vis was echt super lekker. Toch Niels? Mm-hmm. Hier zit ook weer een limoentje bij. Ik krijg wel genoeg avocado binnen Niels. Dat is heel gezond voor de poeperij. Ook lekker. Mm-hmm. Dan hebben we ook nog. Oh, jullie liggen erbij liggen, dat is niet de bedoeling. Dan hebben we ook nog quesadillas. Tada. Dit is met rund en dit is met kip. Ik ga nu van allebei even een hapje proeven. We hebben ook nog. Nachos, maar die staan eventjes weg, want die eten we later. Die rund is lekker. Dan ga ik nu die met kip proberen. Ik vind die met kip lekkerder. Maar het is allebei heel lekker. En voor de mensen die zich afvragen, waar hebben jullie dit besteld? Dit hebben we besteld bij Queso Cabana. Die zit hier in Den Bosch. Op de Korenbrugstraat. Korenbrugstraat. Zeg dat goed? Korenbrugstraat 8. Daar zit die. Wij hebben via thuisbezorgd besteld. Maar het is wel een aanrader hoor. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, echt waar. Moeilijk. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, echt waar. Het leven is soms zo ontzettend zwaar. En waarom huilt hij nou? Omdat zijn tablet niet voor zijn neus staat, maar hij die hier gewoon kan pakken. En papa was nog heel even aan het werk. En ik zei dat hij even moest wachten. En dat hij daarna lekker ontbijt krijgt. Daarom huilt hij. De andere twee die huilen niet. Maar Sam huilt wel. En waarom? Omdat Sam eten heel belangrijk vindt. Maar ik ga nu ontbijt maken, want Niels is nu klaar. Of nou ja, ontbijt maken, dat is het ook weer niet helemaal. Want ik had alles al klaarstaan. Dus ja, ik hoef het alleen maar op bord te pleuren. Ik heb mij even aangekleed. Ik heb de kleren van Niels hier klaar liggen. Ja, dames en heren, ik leg de kleding van Niels klaar. Ja, guilty. Guilty. Ik heb hier de kleren van de kinderen. Die ga ik mee naar beneden nemen. Want we gaan zo dadelijk naar de winkel met z'n allen. En dat heeft een reden. Ik kan niet zoveel sjouwen op dit moment. En ik heb daar de hele week de kinderen. En Niels zei ook van ja, het is oneerlijk om jou dan alleen te laten gaan. Dus we gaan gezellig met het hele gezin. En ja, dat moet ook nog wel eens een keer kunnen. Even over het licht uit. En als we klaar zijn met boodschappen doen, ga ik al die kamers hier even doen. Het zijn 3 kamers. En die ga ik niet met de Franse slag doen. Dat heb ik op onze kamer ook niet gedaan. Dus ga ik dat ook niet op hun kamer doen. Niels is nog steeds aan het werk. En even de kleren van de kinderen klaarleggen. En dan moet ik even de boven mijn haren doen. Sam krijgt een even zwart shirt aan met
panters, leeuwen. Ik haal die altijd door elkaar. Met een onderbroek. Sam die krijgt, of Liam krijgt deze met Sonic. In een onderbroek. Jordi krijgt een rompetje met korte mouwen. Met SpongeBob. En een korte broek. En qua schoenen krijgen ze slippers aan. En ik weet niet of Jordi iets aan krijgt. Maar hè, we zullen het zien. Misschien krijgt hij ook wel slippers aan. Ga ik nou even mijn haren doen. Verder heb ik ook niet zoveel te melden. Ik zal jullie hier neerzetten. Kunnen jullie gluren hoe ik mijn haren doe? Ja, zoveel doe ik niet hoor. Maar ze zijn wel weer lang aan het worden. En ik zit heel erg in dubio. Want sowieso na de zomer ga ik naar de kapper. Of tenminste na de zomervakantie. Wil ik naar de kapper. Maar ik zit er een beetje mee. En dan denken jullie, waar zit je mee, Mandy? Als je mij al heel lang volgt, dan weet je dat ik zulke haar heb gehad. Kort haar. Nu heb ik lang haar. En jullie hebben dat zien groeien bij mij. Tenminste, als je me echt al lang volgt, dan heb je het zien groeien bij mij. En ja, ik heb het. Er zitten laagjes in, maar hier zeg maar, het is gewoon de vorige keer zeg maar zo geknipt, omdat het gewoon echt in laagjes, het wordt gewoon te dun, maar dan, en dat is niet erg, maar ik heb eczeem op mijn hoofdhuid en als ik korte haar heb, heb ik minder eczeem, dus dat, en het maakt niet uit of ik elke dag mijn haar was, om de dag mijn haar was. Maakt helemaal geen flauw saus bij mij. Ik heb gewoon niks zien. Ik heb het ook van de week, had ik het ook in mijn oren. Ik heb het nog steeds hoor. Maar in allebei mijn oren. En ik heb dat echt heel intensief wacht even hoor. Ik heb dat echt heel intensief zitten behandelen. Ik heb haaruitval van heb ik jou daar. Het is gewoon echt af en toe niet grappig. Als je goed kijkt hier, dit zijn allemaal babyhaartjes. Dit was allemaal al aan het aangroeien en dat is nu gewoon weer weg. Zeg maar, dat was helemaal kalend. En aan de andere kant is het weer minder. Dus ja, ik heb een dubio. Wat moet ik doen? Niels die wil lange haren blijven houden. Maar is dat wel praktisch voor mij? Dus dat. Tandenpoetsen heb ik al gedaan. En nu ga ik zorgen dat de kinderen klaar zijn en dat we naar de winkel kunnen. Zo, ik heb weer een nieuwe was aangezet. We zijn terug van boodschappen doen. We hebben ervoor gegeten. Nu ga ik eventjes deze was opvouwen. En dan ga ik beneden aan de gang in de kamer van de jongens. Want ook dat is nodig. Ik ga mijn koptelefoon opzetten en dan ga ik podcast aanzetten enzovoorts. En de kinderen zijn beneden met papa aan het spelen. En ja, verder heb ik eigenlijk niet zoveel te vertellen nu. Behalve dat ik dingen doe. Boven is inmiddels klaar. Ik laat jullie even zien hoe de zondag hier is. We hebben er hier eentje die lekker zit te schommelen. Lig je daar lekker, jongen? Moet maar even duwen zo. Zo. Hoppakee. En dan hebben we hier Jordi zitten. En dan zit hier Sam. En dan hebben we daar de papa. Vakantiegevoel? Nog niet. Nee, nog niet. Nog een weekje werken. Dus ja, dat. Hé hey Jordi. Mama aanzetten. Ja? Wat? Graag.
Wat ben je aan het kijken dan? En zo is hij muziekjes aan het leren. En ik ben ondertussen van alles aan het doen. Ik heb boven in ieder geval al schoon. Ik ga zo eten maken. En ja, wat eten we? Zoute rijst met kip en salade. En voor Jordi doe ik er witte bonen en tomatensaus bij. Dat vindt hij lekker. Dan hoeft hij geen salade te hebben. En ja, ik weet niet of de kinderen dit eten, maar Jordi zal vast wel wat eten. Kinderen liggen in bed. We hebben gedoucht. En het is nu tijd om voor mezelf te zorgen en deze nagels te doen. Want dit ken niet. Dat ken gewoon echt niet. En ik ben van mening dat ik dan gewoon alles moet doen. Klaar. Kun je zeggen, hè? Maar hey, het is ook gewoon iets dat ik leuk vind om te doen. Dus ja, dat. Ik pak mijn handdoek. En ik ga beginnen. Eerst deze eraf veilen. En dan de rest. Nagels zijn gedaan. We liggen lekker in bed. Wij gaan lekker slapen. Yes. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.